Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens Amerikaanse cabaretier Jay Leno is politiek in feite niets anders, en ik citeer, showbusiness for ugly people. Nou, showbusiness is het zeker. Het is één groot theaterstuk waarin acteurs hun rollen spelen. Boosheid, verantwoordelijkheid, geschoktheid, walging horen we vaak, twijfel enzovoorts. En nu verwacht men van de oppositie dat men boos is, dat het een verraad is aan de kiezers, dat de coalitiepartijen die er al zijn doorgaan met een nieuw kabinet. En natuurlijk ging dat gewoon gebeuren. Na de verkiezingsuitslag van maart ging het gewoon gebeuren dat deze coalitie doorging. Dat was volstrekt logisch. En het is ook allemaal heel erg grappig om te zien wat hier gebeurt als je gewoon doorhebt wat er aan de hand is. Want voorzitter, in ons land hebben we te maken met een kartel. Net als in de rest van de wereld, de meeste westerse landen, is ook zo'n kartel. Het lijkt misschien alsof er verschillende partijen zijn. Het lijkt misschien alsof er een felle verkiezingsstrijd is. En het lijkt misschien groot en meeslepend. Nou, dat gaat over principiële bezwaren en al die dingen. Maar het is allemaal schijn. Het is showbusiness for ugly people. Want op hoofdlijnen zijn ze het allemaal roerend met elkaar eens. Of je nou VVD en CDA met de PvdA krijgt. Of D66 en VVD met GroenLinks. Of PvdA en CDA met de ChristenUnie. Het maakt geen klap uit. Behalve voor hun persoonlijke carrièrepart. Voor de pikorde in de eigen wandelgangen. Voor hun status en hun cv. En voor het beleid. Voor het land. Ze zijn allemaal voorstander van het uitgeven van honderden miljarden aan klimaatbeleid. Ze zijn allemaal voorstander van het voortduren van de massale immigratie. Het opgaan van Nederland in een Europese superstraat. Voor al die wokeness en LGBTQI+, identiteitspolitiek, sorry zeggen voor ons mooie verleden. Internationaal recht, regime change in het Midden-Oosten, ruzie maken met Rusland, het uitfaseren van cash geld. En natuurlijk vaccinatieprogramma's, lockdowns en QR-codes. En daarom diende de VVD ook samen met GroenLinks de klimaatwet in. Daarom zegt het CDA dat we de Europese Unie nodig hebben om klimaatbeleid te voeren. Daarom breekt Mark Rutte al 10 jaar ieder immigratierecord. Het is niet zo dat ze eigenlijk iets anders willen, maar dat er via coalitievorming gedwongen zijn tot dit beleid. Nee, ze willen dit beleid. En door het theaterspel laten ze mensen geloven dat het eigenlijk anders is. Ze houden de illusie van keuze in stand. En het tragiek is dat heel veel mensen dit nog altijd niet zien. En ik noem maar een voorbeeld. De meeste mensen in Nederland willen geen massale immigratie. En toch stemt het overgrote deel van de mensen in ons land op partijen die dat wel doen. En de meeste mensen willen ook geen 1000 miljard uitgeven aan klimaatbeleid. En toch stemmen ze op partijen die dat wel willen. Maurice de Hond die onderzocht afgelopen week in hoeverre mensen een correcte inschatting kunnen maken van het gevaar voor corona voor ongevaccineerden. Het correcte antwoord is dat minder dan 1% van de ongevaccineerden in het ziekenhuis belandt na het krijgen van corona. 60% van de CDA-stemmers geloofde echter dat 1/3 van die mensen in het ziekenhuis zou belanden. 50% van de PvdA-stemmers, 40% van de VVD'ers en 1/4 van de D66'ers. Het wijst erop dat mensen volledig verkeerd geïnformeerd zijn. Het is het gevolg van structurele desinformatie in de traditionele media. 600 dagen lang stonden de kranten vol met de meest dramatische koppen over corona, waardoor mensen in Nederland het idee hebben dat ze volledig op het verkeerde been zijn gezet over de gevaren van dit virus. En dat is niet anders met deze formatie. Ook hierover doet de parlementaire pers al 7 maanden alsof er iets heel belangrijks gebeurt. Alsof er grote verschillen zijn tussen VVD en D66. Alsof er iets gaat veranderen als de PvdA meedoet in plaats van de ChristenUnie. Terwijl al deze partijen het gewoon eens zijn. Dat moeten mensen gaan beseffen. Dat moet de pers eens gaan opschrijven. Want pas als dat valse bewustzijn wordt afgeworpen, dan kan er iets veranderen in dit land. Dank u wel.